Bedrijven in de transport- en logistieke sector hebben te maken met verschillende uitdagingen. Veel ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Transport en Logistiek Nederland is een ondernemersorganisatie die opkomt voor de belangen van transportbedrijven en logistiek dienstverleners. Ze realiseren ledenvoordeel, faciliteert een duurzame ontwikkeling en voorziet in de laatste informatie. Stephanie Wagenaar vertelt ons hier meer over. Als brancheorganisatie ondersteunt TLN 5000 leden werkzaam in het transport en logistiek Nederland. En dat doen we door hun belangen te behartigen en hen te ondersteunen bij verschillende vragen, groot en klein. Denk daarbij aan thema's als digitalisering, arbeidsmarkt en duurzaamheid. Het gaat ondernemers om drie dingen. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe voertuigen en betrouwbaarheid. Dus een voldoende en goede laadinfrastructuur, zodat ze echt elektrisch kunnen gaan rijden. Er zijn gelukkig al veel leden bezig met het thema duurzaamheid. En er is een aantal leden dat zelfs al helemaal 100% elektrisch rijdt. En die groep willen we vergroten. Dat doen we door het aanbieden van tools om CO2 te verminderen en door voorlichting. En zo brengen we het peloton naar de kopgroep. Samenwerken is superbelangrijk, zeker op het vlak van grote thema's als duurzaamheid. Wij zoeken partners die ons en onze leden kunnen versterken. Hier hebben we een partner met stevige duurzaamheidsambities en die ook concrete voordelen voor onze leden kan bieden. Een goede samenwerking is de key voor succesvol en duurzaam ondernemen. BP is brandstofpartner van verschillende transportbedrijven. Erik Zwaan vertelt ons op wat voor manier een brandstofpartner transportbedrijven kan helpen om te verduurzamen. Een brandstofpartner kan een transportbedrijf met name helpen door zelf al te veranderen om van een oliemaatschappij bijvoorbeeld een energieleverancier te worden. Een concreet voorbeeld uit praktijk is dat de agrarische sector praat met een van hun opdrachtgevers en met de energieleverancier om te kijken waar wordt de CO2 uitgestoten en dus daar nog te kunnen bepalen welke energiecellen moeten ingezet worden om die CO2 te reduceren en dus te verduurzamen. In Engeland en Duitsland zijn er al verschillende netwerken van snellaadpunten. Ook in Nederland zijn we hier nu mee gestart. Op één snellaadplein staan 12 of meer snellaadpalen. Zo kunnen er wel tot 18 elektrische auto's tegelijkertijd worden opgeladen. Een oliebedrijf kan helpen bij elektrificatie door de transporteur met name te voorzien één van voldoende laadfaciliteiten. Ten tweede dus zorgen dat er voldoende stroom is, dus voldoende voeding. En ten derde met name ook door te blijven ontwikkelen en niet alleen stil te blijven staan wat we nu hebben, maar ook vooruit te kijken. In Nederland wordt op dit gebied de volgende ontwikkelingen verwacht. Ten eerste een laadplein zoals we nu staan, daar nog meer van te realiseren. Ten tweede te zorgen dat het laden nog sneller gaat door snelladers te plaatsen en andere batterijen te gebruiken. Ten derde om 100% op groene stroom over te gaan, wat zorgt voor een nog verdere verduurzaming.